Welkom bij de rubriek De Stille Krachten van DVS-TV. Honderdduizenden vrijwilligers zijn actief in de sportwereld. En daarvan zijn er enkele honderden, precies zijn ruim 300 actief binnen onze mooie vereniging DVS 33 Ermelo. In deze rubriek zoomen we in op de achtergronden van deze stille krachten. Vandaag is de gast als stille kracht Riet van Dierma. Riet, wat doe je zo al als vrijwilliger binnen DVS? Ik ben gastvrouw bij DVS. En ook gastvrouw van de businessclub. En in de businessclub sta ik dan zaterdags als het eerste thuis speelt. En andere zaterdagen sta ik wel in de kantine als gastvrouw. En ook nog één keer in de maand, donderdagavond, sta ik in de kantine. Waarom doe je juist verder met werk bij DVS? Nou, dat is eigenlijk gekomen al vroeger toen door mijn vriend, Klaas van Dierenme. Daar moest ik mee toen ik een keer op een vrije zaterdag had. En hij was liefhebber van DVS en ik moest mee in wedstrijd kijken. Over welk jaar hebben we het dan ongeveer? Nou, ik denk zoiets van 1967 of zoiets. Nou, later zijn onze kinderen bij DVS gaan voetballen. En toen vond ik eigenlijk wel zoiets, ja, als je kinderen actief zijn bij een vereniging, dan moet je zelf ook maar wat gaan doen, want ze hadden altijd vrijwilligers tekort. Toen ben ik al begonnen met de kantinediensten draaien in de ochtend. Toen de kinderen wat groter werden, dus ze gingen naar een andere elftal dat ze later moesten spelen, ben ik in de middag kantinedienst gaan draaien. Ik werkte ook nog in het ziekenhuis, dus op een gegeven moment moest ik stoppen, want het was niet meer te combineren met mijn werk. En welk ziekenhuis was dat? Sint-Jansdal was dat. En op een gegeven moment kwam Klaas weer thuis aan vergadering en die zei, Jos, ze hebben een vrijwilliger nodig in de businessclub, een gastvrouw. Is dat misschien wat voor jou? Want ondertussen was ik in het ziekenhuis naar een andere afdeling overgeplaatst en dan hoefde ik de weekenden niet te werken. Dus toen was ik de weekenden vrij. En die heb ik toen ingevuld bij DVS om daar als gastvrouw te werken. De naam Business Club is al gevallen. Wat doe je daar zo op die zaterdagmiddag? Nou, wij ontvangen dan daar de sponsors voor de wedstrijd met een kop koffie. En in de rust krijgen ze koffie. En na de wedstrijd is er een drankje en een hapje. Het is altijd gezellig. Oh. Klinkt misschien raar, maar ook als ze verloren hebben, dan zitten ze wel even te mopperen en te doen. Maar goed, na een paar biertjes en een paar drankjes, dan is het gewoon gezellig. Ik vind het leuk om met mensen om te gaan. Ik vind het leuk omdat mensen ook goed gezind zijn. Je kan ze door kleine dingen te geven, een kopje koffie of een drankje of een hapje. Een heel simpel gebaartje kan je iemand tevreden stellen. En daar heb ik ook weer lol in. En ondertussen zie je ook, en dat vind ik ook erg leuk, hoe de contacten gelegd worden onderling. En het zijn toch meestal zakenlui en die maken een praatje met die en dan, ja, het is een soort net, het is eigenlijk netwerken is het. En dat zie je zo gebeuren. Ja, de hele wereld ligt met je voeten 30 seconden. Waar gaat Riet dan over praten in die 30 seconden? Nou, wat ik op het ogenblik vreselijk vind, dat hele vluchtelingenvraagstuk. Dat gaat me door merg en been. Dat vind ik zoiets vreselijks. Als je elke keer die beelden op de televisie ziet, dan denk ik, hoe is dat nou mogelijk? Alle jaren is er natuurlijk oorlog geweest onderling, maar kunnen we nou niet verdraagzaam zijn? Hè? De mensen nemen zoals ze zijn. Maar dat zie je ook wel eens in kleine kringen, hoor. Van respecteer elkaar. Laten we daar toch eens aan denken. Iedereen mag een mening hebben, maar respecteer elkaar. Wat is jouw beste eigenschap? Nou, ik denk alleen koffie schenken, hoor. Verder zou ik het niet weten. Noem eens iets wat je bij wet zou willen verbieden. Het liefst vanaf morgen. Wat zou jij? Ik zou daar het andersom willen stellen. Ik zou willen zeggen, jongens, laten we wat meer aandacht voor elkaar weer hebben. Ik vind alles zo gehaast en het moet snel en iedereen is druk. Ik zou dat wat anders, wat gezelliger willen hebben, wat meer omkijken naar elkaar, wat meer tijd voor elkaar als mens. Riet, wat is het gekste dat je ooit gedaan hebt?
Nou, ik weet wel dat dat ons heel erg vroeger, toen was ik nog leerling verpleegkundige op Salem. Ja. Toen waren we wel eens vrij, dan hadden we geen zin om naar huis te gaan, dan bleven we hier. Toen gingen we nog liften. Ik weet dat ik met een vriendin liftend naar Amsterdam ben geweest. Nou, dat kun je toch niet meer voorstellen, hè? Dat mocht ook niemand weten. Dat was natuurlijk wel heel gek. Dat hield je voor je? Ja, dat hielden we ook voor ons. Maak een keuze uit de volgende twee mogelijkheden. Binnenlandse vakantie of buitenlandse vakantie? Buitenlandse vakantie. Mannenvoetbal of vrouwenvoetbal? Mannenvoetbal. Publieke omroep of commerciële omroepen? Publieke omroep. Telegraaf of Volkskrant? Volkskrant. Jack van Gelder of Tom Egbers? Tom Egbers. Marco Borsato of Adele? Marco Borsato. Rembrandt of Van Gogh? Van Gogh. Riet, laatste vraag. Wat wil je nog per se gezegd hebben? Ik hoop zo dat DVS gewoon ook een leuke, gezellige vereniging blijft. Of ze nog weer hoger opkomen of wat dan ook. Maar het moet gewoon wel een familiegebeuren blijven, dat hoop ik.